allemaal. Het is weer al zover. Ik zeg het elke keer. Het gaat ongelooflijk snel. En we zijn alweer aan onze favorieten van deze maand. Ik heb er een heleboel. Dus ik zou zeggen, we vliegen er direct in. Met wat ga ik beginnen? Ik zal beginnen met niet-make-up productjes. De eerste van mijn favorieten is deze Eau de Toilette van Cacharelle, de Amour Amour. Een heel bekend geurtje. Ik denk dat de meesten hem wel lekker vinden. Het nadeel vind ik wel dat hij vrij snel vervliegt. Maar ja, het is een Eau de Toilette. Dus daar mag je dan uiteindelijk niet over klagen. Dus dat is deze. Het volgende is een ontschminkingslotion. Ik moest een nieuwe ontschminkings- of toch een reinigingsmelk hebben. Want ik gebruik s'avonds liefst een reinigingsmelk en ik zag deze staan in Essenza. Ik denk in Nederland dat je die dan waarschijnlijk in de tuinen kan kopen. Ik vergelijk onze Essenza meestal met de tuinen. Daar hebben ze meestal gelijkaardige producten. En dat is de Yes to Carrots Complete Makeup Remover. En dat is eigenlijk een soort van crème. Het is echt een hele dikke crème, dus je doet een paar pompjes op je hand, je masseert het in je gezicht. Je kan het ook voor je ogen gebruiken en nadien met een nat wattenschijfje of met een nat washandje haal je het er daar niet mee af. Het is een hele dikke substantie, dus eigenlijk goed voor droge huid. Hij haalt vrij goed alles eraf. Ik verschiet er toch elke keer weer van dat er zoveel afkomt. Dus deze make-up remover vind ik zeer aangenaam. Wat ik dan ook terug ben gaan gebruiken is deze toner van de Rituals. Die gebruik ik dan nadien omdat het een product is dat toch wel vrij crèmig is. Dus ook een vrij crèmige textuur achterlaat en dat vind ik niet altijd even fijn. Dus deze toner, dit is een heel milde toner van Rituals met rijstbloesem geloof ik. Ja, lotus flower en rice milk. Dus deze, hij is al bijna op, zoals je kan zien, komt tot hier. Maar dus die ben ik nu onlangs weer terug gaan gebruiken. Een heel aangenaam product ook. We zullen overgaan naar de make-up dingen, dus de heel interessante dingen. En als eerste, het zal geen verrassing zijn, uiteraard ook het Naked Palette. Ik ben dit heel veel aan het gebruiken de laatste tijd. Ook de eyeliner die erin zit ben ik heel veel aan het gebruiken. Ik denk dat jullie hem allemaal wel kennen, het Naked Palette. Mijn favoriete kleurtje is Naked. En ik vind die Half Baked ook wel mooi. Smoke vind ik mooi. Dark Horse. En dan die Creep en Gunmetal. Deze kleurtje... Sidecar vind ik iets minder, omdat er echt enorm grote stukken glitter in zitten die echt wel enorm hard afvallen van je oog. Dus dat vind ik iets minder. Maar voor de rest, super palet. Nog wat oogschaduwtjes en dat is dit palet. Dit is mijn Freedom System Inglot palet. En serieus, ik ben er echt helemaal weg van. Ik heb deze maand gewoon geen enkel MAC kleurtje gebruikt. Nog één kleurtje MAC en dat is Omega voor mijn wenkbrauwen mee in te vullen. Maar dat terzijde, op mijn ogen heb ik geen MAC niet meer gebruikt deze maand. Dit is echt... ik denk dat dit de beste make-up aankoop is die ik ooit gedaan heb. Je kiest zelf de kleurtjes en ik heb van boven twee matte kleurtjes. Twee vrij lichte matte kleurtjes. En dan een aantal bruin tintjes met wat glans en dan nog vier kleurtjes. Dit is echt... Oh, volgens mij gaat dit op zijn sneller op zijn dan ik denk. Dus dit Inglot palet, als je het te pakken kan krijgen, zeker doen. Het kost €50 voor dit palet met alle kleurtjes erin. Je kiest zelf de kleurtjes, ik vind het echt een aanrader. Echt, ja, ik kan er niet meer over zeggen. Dan het volgende, ook weer iets dat ik in Dublin heb gekocht, zoals de twee paletten van hiervoor. En dat is deze Urban Decay Primer Potion. Zeer goed als primer. Meer kan ik er niet over zeggen. Ik vind het ook een hele leuke verpakking. Ik weet dat de verpakking niet ideaal is en dat het product hier en hierin opstapelt. Waardoor je
de verpakking zal moeten openknippen. Maar de primer zelf werkt heel goed. Ja, ik ben er heel tevreden van. We zullen ineens alles doen wat ik in Dublin heb gekocht. Dan zijn we er ineens vanaf. De nagellakjes van Barry M vind ik zeer aangename nagellakjes. Ik had er al eentje van. Nu heb ik er in Dublin nog vier bij gekocht. Mijn favoriet is toch nog altijd deze. En dat is de Indigo. Nummer is 312. En dit is echt zo'n mooie kleur. Ik heb hem nu ook op. Ik weet dat op de camera komt hem echt veel blauwer over. Maar hij is echt wel meer paars. Het is echt zo wat, ja, paarsblauw. Maar ik vind de paarse kleur wel overheersen. Maar de camera pikt hem echt helemaal niet zo paars op dan hij is. De nagellakjes van Barry M in het algemeen echt zeer goed. Zeer goed. Heel mooi. Van finish. Drogen snel. Ja, alleen maar positief hierover. Wat ik dan ook over mijn nagellak doe om hem sneller te laten drogen is deze Sally Hansen Instant Dry Anti-Chip Topcoat. Nu, anti-chip, dat wil ik zo niet direct zeggen dat hij echt minder snel chipt. Wat hij wel doet is enorm snel de nagellak drogen, waardoor je echt heel snel... Ik heb nu denk ik 10 minuten geleden mijn nagels gelakt en ze zijn eigenlijk al vrij droog. Nadeel is wel, je moet wel even wachten als je je nagels hebt gelakt. Wacht toch wel een paar minuutjes voor je eigenlijk met deze gaat lakken. Want als je niet te lang wacht en de nagellak is nog een klein beetje nat, gaat die nagellak op het borsteltje plakken. Dus een paar minuutjes wachten, dan aanbrengen en dan ben je na 30 seconden eigenlijk ja, klaar om te gaan. En geeft ook een hele mooie glans. Ik weet niet of je het kan zien. Maar... Dus daar ben ik ook heel tevreden over. Dan een basic stuff, een mascara van Bourjois. En dit is de Volume Clubbing Mascara. En ultra black, dus hij is vrij zwart. Hij is vrij dik, vrij dekkend. Nadeel is, hij kan een klein beetje klonteren. Maar hij geeft wel in een paar lagen echt wel enorm veel volume. En is heel zwart. Ik heb hem nu ook op. Dus die kan je misschien wel zien. Die vind ik ook heel leuk. Dan, degenen die mijn haul van Dublin hebben gezien, die zullen wel weten dat ik de Revlon Photo Finish Foundation heb gekocht. Nu, het is een heel mooie foundation voor op foto. Daarvoor is die en op film komt die ook enorm mooi over. Maar voor in dagelijks leven te dragen vind ik hem toch net iets te glanzend. Er zitten echt enorm grote glitters in. Dus dat vond ik wel jammer dat ik hem dan niet altijd kon dragen. Dus dan ben ik... Sorry, deze foundation gaan halen en dat is ook een Revlon foundation en dit is de Colorstay. En dit is de versie voor droog tot normaal tot droge huid. En ik heb de nummer 150 Buff. En dat is echt wel, ik vind hem een heel goede foundation. Ook, hij trekt niet te diep in mijn huid, dus hij gaat niet droog op mijn huid liggen. Natuurlijk is hij ook wel voor droge huid. Hij blijft heel goed zitten. Dat was ook het geval bij de Photo Ready, maar die was dan weer te glanzend. De kleur is ook voor mij best wel goed. Deze is misschien een tikkeltje te donker. De Photo Ready was van kleur net iets beter. Maar dus deze voor dagelijks gebruik zeer aangenaam. We kunnen die in België in de Inno kopen in Antwerpen. Ik heb een Revlon, weet ik ook niet waar je ze anders kan vinden. Maar in de Inno in Antwerpen kan je die krijgen. Sorry, Nederlandse dames. Ik weet niet waar je ze in Nederland kan krijgen. Allemaal naar Antwerpen. Goed. Het volgende is nog een skincare productje. Had ik misschien beter dan juist gedaan. Maar eens je begint, dan ga je voort. Ik ben terug overgestapt op mijn vitamine E dagcrème van de Body Shop. Zeer aangenaam product. Trekt heel snel in. Is niet vet, maar hydrateert wel heel goed. Hij is echt bijna op. Ik denk dat hem eigenlijk zo goed als op zal zijn. Dat is ook de reden waarom ik hem terug ben beginnen gebruiken, omdat hem eigenlijk, ja... Je ziet op het einde van zijn latijn is, en ik ben ook niet iemand dat snel producten zal wegsmijten, maar ik wissel ook wel graag af, dus deze, die ga ik nog opmaken en dan zullen we wel weer zien. De laatste twee productjes zijn alle twee blushjes, of blush producten, producten voor op de kaken of de wangen. Het eerste is deze Bourjois Blush in Champagne Doré, nummer 10. Ik ga niet mijn uitspraak proberen goed te krijgen, want dat gaat niet lukken. En dat is zo een heel mooie, ja, oud-roos-bruinige blush.
Ja, het is zo. Ik heb hem ook. Ik gebruik hem heel dikwijls als ik geen tijd heb om en te contouren en blush aan te doen. Dan zet ik deze zo tussen de contour en de blush in. Dus zo wat tegen het jukbeen aan. En dan heb je eigenlijk beiden in één. En daar is hij wel heel goed voor. Het is wat meer een bruinige ondertoon. Bruin, oud roze. Een hele mooie kleur. En de blushjes van Bourjois die ruiken ook echt fantastisch. Als je niet van geur houdt, ja, dan is het niet voor jou. Maar ik hou er wel van. En het volgende en laatste productje is ook nog een blush. Ik heb hem eigenlijk nog niet zo lang. En ik heb hem toevallig zien liggen toen ik de Revlon Colorstay gekocht had. Zag ik deze blush liggen van ver. En ik vond het echt een heel mooie kleur. Ik ga hem even open doen. Dus deze kleur. Het ziet er zo wat uit zoals de mineral blushjes van MAC. Maar eigenlijk, als ik eerlijk mag zijn, net iets beter zelfs. Super gepigmenteerd. Nou, je gaat dat niet kunnen zien. Echt heel gepigmenteerd. Er zit een klein glansje in, maar niet van die enorme grote glitterdeeltjes. Dus hij geeft een natuurlijk effect. Ik heb hem nu ook op, wel samen met een contourkleur natuurlijk. Dus ik heb hem nu ook op. Het is een heel aangename blush. En hij kostte maar €7,50. Geloof ik. Of €7,95. Pakt rond de 7 of €8. En deze kleur is 46 Rosa Pisca. Rosa Pisca. Dus Rosa, Rosa. En dan Pisca, Pesca. Nou, je gaat het niet kunnen zien, maar dat is dus deze kleur. Dus helemaal niet duur. Ik heb ook nog nooit. Het is van het merk Deborah of Deborah, hoe dat je het wilt uitspreken. Ik heb nog nooit iets van dit merk gebruikt, maar ik ga zeker meer van deze blushjes halen, want ik vind dit echt een heel kwaliteitsvol, zeer gepigmenteerd, mooie kleur. Eigenlijk alles positief. Hier is ook nog een borsteltje. Nu, ik weet niet hoe jij dat eruit krijgt. Ik heb echt alles geprobeerd om dat borsteltje eruit te krijgen, maar ik krijg het er dus niet uit. Dus heb je dit al geprobeerd? Laat mij zeker weten hoe je het borsteltje eruit krijgt. Nu, ik was niet van plan om het borsteltje te gebruiken, maar je wilt dan toch wel even voelen of het borsteltje toch wel zacht is of niet. Dus maakt nu niet zo heel veel uit. Maar. Dus deze blush van Deborah. Of Deborah, maakt niet uit. Zo, dit waren mijn productjes. Het was een heleboel en ik heb een heleboel gezegd ook. Mijn excuses ervoor. Ik ja, ben blij dat je tot het einde hebt volgehouden, als dat zo is. en bedankt voor het kijken en zeker tot de volgende keer. Dag!